In de Nationale Assemblée is de regering vandaag in de eerste ronde ingegaan op vragen die zijn gesteld tijdens de assembleevergadering van 16 mei. President Bouterse heeft onder meer aangegeven dat de kleinschaligheid van onze import en export nadelig is in deze economische crisis. Hij is van mening dat in onze kleine economie we slechts een klein deel zelf kunnen produceren. Onze exportopbrengsten zijn niet genoeg om te kunnen voldoen aan de behoefte aan goederen die we importeren, zegt het staatshoofd. Een gezonde balans is daarom belangrijk. Volgens Bouterse consumeren mensen te veel buitenlandse producten in plaats van te kiezen voor lokale producten. Een gezonde balans vinden tussen uitgaven en importen en de vieze inkomsten uit exporten is het meest centrale vraagstuk van het economisch beleid in onze economie. De politiek, het bedrijfsleven, de vakbeweging en eigenlijk elke burger zal elk op zich hierop moeten letten en een bijdrage leveren aan het vinden van deze balans. Goed vaststellen wie de spelers zijn in dit beleid en welk gereedschap zij hebben om deze balans te vinden en te behouden, is een nationale, dus een gedeelde verantwoordelijkheid. Het structureel probleem van onze kleinschaligheid wordt verder versterkt door onze consumptie- en productiepatronen. Wij prefereren vaak buitenlandse producten boven eigen producten. Maar ook aan de productiezijde zijn er problemen. Prijs en kwaliteit van onze lokale producten zijn niet altijd een stimulans voor de consument om voor het lokale product te kiezen. Ook ging de president in op de straatacties die de afgelopen periode gehouden zijn. Sinds het aantreden van deze regering voerden ze continu dialoog met maatschappelijke en functionele groepen. En toch kiezen sommigen ervoor om straatacties te voeren, geeft Bouterse aan. Hij zegt dat de acties kunnen bijdragen tot verrijking van de democratie, indien door middel hiervan concrete oplossingen en weloverwogen vooruitzichten aan de samenleving worden voorgehouden. Dan pas maken actievoerders aanspraak op het etiket The Next Level, op datgene wat wij noemen en graag zien als constructie en reconstructie. Over destructie praten we niet, want daarvoor is er helemaal geen plaats in wet en regelgeving en ook niet in onze inspanningen voor samenlevingsopbouw. Wat dit betreft, uitgaande van goede wil en bedoelingen van ons allen, ga ik ervan uit dat wij allen met elkaar op dezelfde golflengte zijn voor destructie, voor ontregeling van de maatschappij, voor chaos en voor destabilisatie is er in de democratie geen plaats. Tot zover president Desi Bouterse vandaag in de Nationale Assemblée. De regering ging in op de eerste ronde op vragen die zijn gesteld tijdens de assembleevergadering van 16 mei.